Ik wil vandaag graag wat gaan vertellen over Netlight en de diensten die via Netlight beschikbaar beginnen te komen. De mogelijkheid dat het platform biedt. En daarvoor heb ik gekozen om in te steken op twee cases, twee voorbeelden. De ene is VoIP, de andere is 4G. Deze presentatie is een duo-presentatie, dus halverwege geef ik het woord aan mijn collega Maurice van der Akker. En hij zal gaan vertellen over het inhoudelijke 4G-deel. Nou, nu lijkt het natuurlijk alsof ik hier alleen sta, maar dat is niet zo. We hebben het hele team van Netlight hier in de zaal zitten. Dus Brechtje, Michiel, Alexander, Hans. De mensen met wie we dit jaar aan het werk zijn aan de infrastructuur. Maar er zijn ook heel veel collega's, universiteiten, hogescholen en ook netwerken en service providers met wie we nu aan het spreken zijn, met wie we nu dus nu bezig zijn. En dat gaat heel ver om iedereen te noemen, maar toch heb ik ergens verder op een diagram dat toch alle partijen zou moeten laten zien. Omdat het verhaal zich heel erg richt op lichtpaden en op transmissie eigenlijk onder de IP-laag, onder laag 3, ben ik wel benieuwd wie in de zaal allemaal een MSP op dit moment heeft. Kijk, dat zijn al flink wat handen. En van de mensen die hun hand niet hebben opgestoken, zijn jullie bekend met de multiservice poort? Dat is nog een redelijke bekendheid, zie ik. De multiservice poort die komt met ServNet 7 en is eigenlijk een Ethernet trunkpoort, als ik dat dan heel technisch mag zeggen, waarover we naar de klant toe op één fysiek interface meerdere services afleveren. En zo'n service, dat kan zijn een internetverbinding. Het kan zijn een van die lichtpaden waar Sandra over verteld heeft voor 4K videotransmissie. Maar het kan ook zijn een van de lichtpaden waar Baldur over verteld heeft. Het zijn allemaal lichtpaden die voorbeelden die leven binnen het ServNet netwerk. En waarmee we als ServNet zorgen dat onderwijs en onderzoek met elkaar in verbinding kan komen. Maar wat doe je als die lichtpaden niet meer alleen binnen Nederland doorgezet moeten worden? Wat doe je als je lichtpaden wilt die buiten het ServNet-netwerk doorgezet moeten worden? Nou, daar ga ik over vertellen in deze presentatie. Hiervoor hebben we ons optisch knooppunt Netlight in Amsterdam. En dat kun je eigenlijk zien als een lichtpaden-exchange. Dus je komt daar via de multiservice poort, kun je daar met een lichtpad naartoe. Nou, de exchange aan zich die doet niet heel veel. Behalve het doorzetten van het verkeer van één partij naar een andere partij. Dus we zijn echt een exchange, vergelijkbaar met AMSIX, maar dan één laagje in de OSI-stack lager. Of twee, of drie, want we kunnen ook golflengtes direct doorzetten als dat nodig is. We zijn een open lightpath exchange, zoals we dat zelf noemen. En dat betekent dat Netlight als exchange open is voor iedereen die daar wil aansluiten. ServNet zelf is bijvoorbeeld een van de aansluitende partijen. Maar ook als commerciële partij is het nu mogelijk om op Netlight aan te sluiten. En dat maakt dat we dus nieuwe diensten kunnen aanbieden richting onze klantengroep vanaf Netlight. Door Netlight heen. Netlight is eigenlijk al best oud. 1 januari 2002 in productie gegaan. En begonnen als een exchange, lichtpad exchange voor onderzoek. Dus bijvoorbeeld de cases die net genoemd werden. CERN, LOFAR. Eigenlijk alles onder Astron en de grotere dataprojecten richting Genève, richting Duitsland, de UK, Amerika, eigenlijk alles, de grote capaciteitspaden lopen via Netlight als knooppunt. Netlight is ook een plaats waar we innovatie laten plaatsvinden. Wij zorgen ervoor dat we voortdurend de mogelijkheden hebben technisch om eigenlijk hoe iemand ook binnenkomt, hem door te kunnen zetten naar om het even welke andere partij. Zo nemen we bijvoorbeeld nog steeds STM-4's aan vanuit Egypte die we door kunnen zetten naar de rest van de wereld. Voor veel mensen al verleden tijd. Maar goed, als dat nodig is en er wordt om gevraagd, dan faciliteren we alles in technologie. Nieuw is dat we sinds een jaar of twee werken aan het aansluiten van cloud service providers. En nou, daar wil ik het eigenlijk nu in meer detail over gaan hebben. Doordat we dat zijn gaan doen, is Netlight eigenlijk van een exchange voor alleen maar lichtpaden voor research ook de functie van een soort marktplaats gaan krijgen. Commerciële partijen kunnen aansluiten en kunnen dus diensten leveren die je via een MSP kunt afnemen. Er moet dus gezorgd worden dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen op die exchange. Dus dat aan de ene kant de aanbieders weten wie ze kunnen bereiken en dat aan de andere kant de ServNet doelgroep weet welke diensten afgenomen kunnen worden. We zijn onafhankelijk.
En een van onze doelen op de wat langere termijn is ook het stimuleren van marktwerking. Dus het zorgen dat er dezelfde soorten diensten tegen verschillende voorwaarden worden aangeboden. Waardoor het voor onze instellingen weer interessant wordt om zo'n dienst via Netlight af te nemen. Zoals ik zei, we zijn helemaal open. Iedereen mag aansluiten. We faciliteren alle interconnects tussen partijen. We maken gebruik van de allernieuwste netwerktechnologie. Veel zaken worden bijvoorbeeld ook getest op of rondom Netlight. Denk aan een transatlantische 100 gig. Denk aan alien waves die we naar het buitenland doorzetten. Of denk aan service providers die we voor het eerst met een bepaalde dienst aansluiten. Natuurlijk is Netlight niet alleen op de wereld. Er zijn ongeveer 20 vergelijkbare exchanges, zoals Netlight, om de wereld heen. Waardoor je dus bijvoorbeeld in Hongkong of in Genève of op een andere plek kunt eindigen. Als ik dan Netlight maar in het midden zet van zo'n diagram, dan is natuurlijk Surfnet met heel veel bandbreedte op Netlight aangesloten. En onze campussen kunnen dus via Netlight en andere open lichtpaden exchanges andere netwerken op de wereld bereiken. Met ook weer de campussen die daar natuurlijk achter horen. Ook andere netwerken kunnen op Netlight aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan het Europese Géant netwerk. Denk aan Nordunet, andere bekende research netwerken. Tot op de dag van vandaag. En zo wordt het dus mogelijk dat er vanuit een campus in Nederland een lichtpad wordt opgezet naar een van die netwerken. Nieuw is dat we dus sinds 2 jaar bezig zijn om commerciële dienstaanbieders aan te sluiten. Dat doen we eigenlijk over het algemeen op laag 2, dus op Ethernet met verschillende VLAN's waarover ze dan kunnen aansluiten. En zij kunnen dan via Netlight het knooppunt die diensten aanbieden aan de Surfnet doelgroep. Of misschien wel aan elkaar of met elkaar. Begin dit jaar hebben we gekeken van hoe kunnen we nou het bereik van die exchange vergroten? Hoe kunnen we nou zorgen dat we meer voor onze instellingen mogelijkheden creëren om via andere netwerken bij bijvoorbeeld alle Nederlandse datacenters te komen met de technologieën die ik genoemd heb? Nou, dat hebben we nu gedaan door een flink aantal regionale en ook landelijke exchange netwerken aan te sluiten op Netlight. Denk aan NLEX van KPN, denk aan de NDIX, de FRIX, de Rotterdam Internet Exchange. Allemaal netwerken die in staat zijn om op laag 2 bandbreedte door te kunnen zetten. Naar datacenters of direct naar bepaalde partijen. Dus achter die partijen zitten ook weer aanbieders. En door deze constructie zo in te richten, maken we dus dat het bereik van onze exchange flink gegroeid is. Dat betekent dat als je met een lichtpad naar een bepaalde aanbieder wilt die achter zo'n regionaal netwerk zit, dat dat kan op dit moment. Deze partijen zijn aangesloten. We hebben Netlight dubbel uitgevoerd. Dus we hebben een Netlight installatie staan op wat we Amsterdam 1 noemen in Vensis en in Telecity 2 in Amsterdam. Dus als je dubbel wilt aansluiten, dan kan dat. Als ik dan kijk naar wat VoIP bijvoorbeeld als case via Netlight zou kunnen opleveren voor een instituut. We hebben hier een best practice van gemaakt, die hebben we ook op papier beschikbaar vandaag. We zorgen ervoor dat die straks op enige manier in jullie handen terechtkomt. Wat we vaak gezien hebben is dat VoIP verkocht wordt over aparte lijnen die worden binnengebracht bij een instelling. Eigenlijk buiten alle connectiviteit om worden de losse lijntjes verkocht. En daar zit ook een flink deel natuurlijk van de winst van zo'n aanbieder. Door VoIP aan te bieden over de multiservice poort wordt het dus mogelijk dat ondanks dat dit over weinig bandbreedte gaat, je wel een extra externe lijn op kunt zeggen. En dat een dienstaanbieder via Netlight eigenlijk dezelfde dienst kan leveren, maar zonder dat die lijn nodig is. En zonder dat de andere apparatuur achter die lijn nog nodig is. De multiservice poort, ik zei het al, zorgt ervoor dat je één fysiek koppervlak hebt om alle verschillende services binnen te krijgen. Bij de universiteit, de hogeschool, het UMC, MBO, bij de instelling. En ondanks dat VoIP natuurlijk hele lage eisen stelt aan bandbreedte, is de bandbreedte die we hier aanbieden wel gegarandeerd. Dus het is logisch gescheiden van je internetkoppeling. Dus zou je onder ongunstige omstandigheden last hebben van een grootschalige DDoS-attack, dan kunnen we het VoIP-verkeer wat over dat lichtpad staat helemaal onafhankelijk op die multiservice poort afleveren. Op dit moment, als je kijkt naar VoIP, hebben we een aantal providers die hier genoemd staan, die direct op Netlight zijn aangesloten en die VoIP-diensten kunnen leveren. Waarbij iedereen natuurlijk zijn eigen businessmodellen hanteert. Maar goed, daar zijn wij ook voor als Open Exchange om daar niet in de weg te gaan liggen. Juist te zorgen dat we die marktwerking bevorderen.
En dit zijn dan de bovenste rij, hier onderste streepje. Dat zijn de partijen die direct zijn aangesloten. Maar onthoud dat via al die regionale en landelijke netwerken we bij veel meer VoIP-providers terecht kunnen komen. Dus heb je een bepaalde VoIP-koppeling op dit moment en overweeg je om die opnieuw aan te besteden of om te kijken naar wat er mogelijk is, kom met ons praten, want we kunnen een heleboel partijen direct bereiken via deze constructie. Een best practice die we hebben uitgebracht dit jaar is die van One Access en Windesheim. Die hebben we ook geprint beschikbaar. We hebben een lichtpad gebruikt om vanaf Windesheim via Netlight naar de aanbieder One Access toe te komen voor VoIP. En dat betekende voor Windesheim dat zij hun aparte lijn die ze hadden konden opzeggen, dat daar een ISDN gateway die daar nog tussen stond, de deur uit konden doen. Dat was ook een single point of failure, dus dat kwam eigenlijk technisch kwam dat ook wel mooi uit. One Access is op dit moment nog maar enkelvoudig aangesloten op Netlight. Dus we hebben daar ook gekeken van nou, kunnen we daar wel een backup inbouwen? Hè? Wat als dan dat ene lichtpad problemen geeft? Want je wilt natuurlijk niet dat dan je telefonie ermee ophoudt. De Surf Internet is daar als een echte backup oplossing gekozen. Dat is ook een aantal keren getest, werkte goed. En zodoende heeft Windesheim nu hun telefonie bij One Access afgenomen. Nou, best practice beschrijft wat voor hun precies daar die voordelen van zijn, welke apparatuur weg is en nou, hoe het verhaal precies in elkaar zit. Ik heb nog een link opgenomen, ook voor iedereen die geen papier meer wil meenemen. We hebben begin dit jaar een scan gedaan door de instellingen van Surfnet heen om te kijken wie er precies behoefte heeft aan het afnemen van wat voor soort diensten via Netlight. Waar zit de vraag? Om ook gericht te werk te kunnen gaan in het aansluiten van service providers en om te praten natuurlijk met de instellingen. Wat onze accountadviseurs natuurlijk voor een belangrijk deel doen. En het Netlight team doet dat ook voor een deel. We hebben gezien, daarvan geleerd, dat instellingen nog steeds de plannen hebben of al aan het migreren zijn naar bepaalde cloud services toe. Dat kunnen kantoorapplicaties zijn, dat kan gaan om storage, dat kan gaan om eigenlijk alles wat je remote kunt afnemen. Dus deze vraag die is echt, die bestaat. En wat we ook zien als ja, eigenlijk argumenten waarom partijen zouden overstappen naar services via lichtpaden, via deze aanbieders. En dan zien we dingen als kosteneffectief, nou, niet meer de behoefte aan het afnemen, de noodzaak voor het afnemen van zo'n externe lijn. We kunnen de bandbreedte garanderen, die kunnen we vastzetten. We kunnen daar bepaalde vaste latency, vaste lage jitter op garanderen. De koppelingen die zijn gescheiden van het internet. Dus die komen op die multiservice poort op een apart VLAN, waar wij dan de bandbreedte van vastzetten in de backbone bij de instellingen binnen. En dat kunnen we ook helemaal tot aan die service provider doen. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat je door zo'n directe laag 2 koppeling met een provider de diensten die provider biedt in je eigen netwerkdomein direct kunt opnemen. Dus je hebt een laag 2 koppeling en je kunt dan op laag 3 afspraken maken door een bepaalde adressering te kiezen, waardoor het uiteindelijk voor jou lijkt alsof de apparatuur van die service provider eigenlijk in je eigen domein staat, ondanks dat dat natuurlijk kilometers verderop staat. Daar kwam uit die scan kwam een viertal, een soort van top 4 aan wat er door de instellingen is verwacht dat op de kortere termijn zal worden afgenomen. Dan gaat het om unified communications, mobiele data communicatie, videoconferencing. En dan ja, niet per se als onderdeel van unified communication, maar bijvoorbeeld zoals Sandra dat vertelde, 4K video en dan ja, echt de hogere kwaliteit. En het gaat om infrastructuur als service en alle ja, subvarianten die daaraan zitten. Ik heb mobiele data communications iets lichter gemaakt, omdat zometeen Maurice daarover zou gaan vertellen. En voordat hij dat doet, wil ik nog één slide laten zien die aangeeft wie we op dit moment direct op Netlight hebben aangesloten. En als je dit vergelijkt met wat we een jaar geleden hebben gedaan, dan denk ik dat we best ver gekomen zijn dit jaar. Bovenin in de cirkels ziet u de andere open exchanges die op Netlight aansluiten. Een dikte van de pijlen geeft bandbreedte aan, waarbij die dikste streep 100 gigabit is. Dus u ziet dat we daar hard aan de weg aan het timmeren aan het zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat we direct gekoppeld zijn met New York, Chicago, met CERN, met Giant Open, in Londen.
maar ook met Tsjechië, met Moskou. De wolkjes die u ziet zijn de netwerken die aangesloten zijn op Netlight, rechtstreeks zijn aangesloten. Dus je ziet aan de rechterkant de onderzoeksnetwerken, Taiwan, Korea, Egypte, Surfnet zelf, Polen, België, Saoedi-Arabië, India en het Europese GL-netwerk. En aan de linkerkant lokale netwerken in Nederland die aansluiten. Nou ja, maar even van boven naar onder. Surfsara, NLIX, Frix, Endix en de RIX, Eurofiber in de planning. En onderin heb ik een lijstje van welke aanbieders op dit moment rechtstreeks zijn aangesloten of die we plannen om aan te gaan sluiten. Nou, je ziet daar dat we goed bezig zijn geweest om de aanbieders van telefonie aan te sluiten. Maar er zijn ook aanbieders van bijvoorbeeld opslag of van virtuele machines of nou ja, aanbieders die meerdere zaken tegelijkertijd aanbieden. Dus dit zou een goed beeld moeten geven van wat we op dit moment met Netlight aan het doen zijn. Wij zijn heel erg benieuwd om te horen wie van de instellingen verder met ons in gesprek wil over het afnemen of misschien het tenderen van bepaalde diensten. Dus het team is daarvoor beschikbaar. En ook natuurlijk via de accountadviseurs kan die communicatie verlopen. Ik geef het woord over aan Maurice van der Akker. Ik weet niet of we vragen tussendoor doen, Erik. Zijn er vragen? Onze vaste vragensteller. Pas je wel op dat er niet linkmiegels zijn die bijvoorbeeld gebruik maken van de verschillende condities van vaste telefonie in verschillende landen om via jullie allerlei grappige dingen te doen. Bijvoorbeeld in Amerika gratis inkiezen en dan bij jullie tegen betaling uit te kiezen, waardoor allerlei rekeningen. Er zijn altijd mensen die dat soort leuke dingen ontdekken en daar dan slaatjes uit proberen te slaan. Dan moet je natuurlijk een beetje oppassen daarmee. Absoluut, dankjewel voor de comment. Oké. Okay. Nog een klein vraagje. Ja. Zie, ik hoor niks. Ja. Geen directe koppeling met de Amsterdam Internet Exchange? Die zijn er wel. Maar die zijn gemaakt op klantverzoek. Dus ja. Ik heb ze hier niet okay. Echt gehighlight. Okay. We zijn wel aan het kijken. Dat gaat nu om een viertal partijen. Die staan hier wel op het scherm. Die koppelen aan AMSX. En zodra die vragen begint toe te nemen, denk ik dat we een wat grotere interconnect gaan bouwen. Oké. Okay. Ik wil u wat gaan vertellen en over de pilots die we hebben gedraaid met mobiele technologie in het onderwijs en onderzoek. En specifiek over de meerwaarde die Netlight heeft en de lichtpaden om het voor de gebruikers wat en voor de ICT mensen wat eenvoudiger te houden. Eerst even een algemeen plaatje. Zoals jullie weten is mobiele technologie niet meer uit onze leefomgeving te denken. En ja, dat geldt ook inmiddels voor de rural areas. Deze koe kijkt er in ieder geval niet meer van op dat hij met een 4K-camera in de gaten wordt gehouden door de boer. Dat apparaat wordt via LTE natuurlijk bestuurd. En ja, dat werkt allemaal naadloos. Of misschien nu nog niet, maar in de nabije toekomst nog wel. Jullie zullen er in ieder geval niet meer verbaasd over staan te kijken. Maar dit lijkt toch altijd weer een beetje hetzelfde te blijven, hè? Dat onderwijsproces. Als we er altijd naar kijken, dan gebeurt daar niet zo heel veel vernieuwend in, denken we altijd. Uiteraard is dat niet zo, er gebeurt wel heel veel in. Maar als je het hebt over mobiele technologie, dan zijn er nog wel wat dingen volgens mij die kunnen veranderen en misschien ook wel meerwaarde leveren. Nou, dat hebben we proberen te onderzoeken in 3 jaar lang 4G-pilots. We hadden namelijk de opportunity 3 jaar geleden om als eerste in Nederland met KPN samen een 4G-netwerk neer te zetten in de Uithof. Dat was nog een testnetwerk. Er werden nog apparaten gebruikt die ontploften bijna van de hitte. Zo nieuw waren die, zeg maar. Maar het is allemaal goed gekomen en we hebben dat ook later op landelijke schaal gedaan. In ieder geval ook de eerste NRN in de wereld die mobiele technologie, snelle mobiele technologie, 4G, in het onderwijsproces en het onderzoeksproces toe ging passen om te kijken wat daar de meerwaarde van was. Utrecht zijn we begonnen met de Hogeschool, de Universiteit en het UMC. Daar hebben we een aantal pilots mee gedaan.
op lokale schaal, hè, dus echt met een testnetwerk. En later, toen KPN het 4G-netwerk landelijk uit ging rollen, hebben we dat in de regio Amsterdam gedaan. Samen met de universiteit, de hogeschool en, de VU. Zo'n pilot begint altijd met het goed definiëren van een use case. Van wat wil je nu echt met LTE gaan doen? Als we dat hebben gedefinieerd, is daar een mooie pilot en dan gaan we dat evalueren. Een van de eerste dingen die we wilden doen was gewoon eens om te zien van werkt dat 4G? En kun je daar nu inderdaad, 4G is een datanetwerk. Kun je daar nu ook netjes, net als in huis, ook buiten huis mee telefoneren bijvoorbeeld over IP. Voice over IP, kun je ermee college volgen. En kun je ook nog heen en weer lopen tussen de collegezaal en het bushokje in dit geval, ook al is het wat koud. Deze persoon die moest blijkbaar naar huis toe en wilde toch wel aan de college blijven deelnemen. Nou, dan zie je van op het moment dat je van je wifi-netwerk naar je 4G-netwerk gaat, dan stopt het even. Dan gaat het even niet goed en daarna pakt het misschien wel weer op of niet. Dat ligt een beetje aan hoe de netwerken ingericht zijn. Maar het is nog niet helemaal, werkt nog niet helemaal perfect. We hebben ook een pilot gedaan bij diergeneeskunde. Coaching op afstand was daar de hit, zeg maar. En dan zag je dat studenten die konden gewoon naar de boerderij gaan en die werden door een coach die gewoon op de Universiteit Utrecht werden ze geholpen. Want die kon met hoge kwaliteit video kon die meekijken van wat zij precies aan het doen waren. Alleen bij bijvoorbeeld faculteit paard had je het probleem. Want zo'n paard, ze zijn daar ontzettend, het is eigenlijk de beste opleiding in Europa. En als je renpaarden hebt en je wilt dat ze goed behandeld worden, dan ga je naar de Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde, afdeling paard. Maar je wil niet dat die beelden vrijgegeven worden, want een renpaard is veel geld waard, er zijn racers voor. Dus je wil niet dat als daar iets mee wordt gedaan, als dat wordt onderzocht en als er foto's worden gemaakt of beelden worden gestreamd, dat dat over het publieke internet gaat, want die beelden mogen niet vrijkomen. Dus dat moet ook wel weer veilig gebeuren. Nou, toen hebben we gedacht van kunnen we dat, we zijn natuurlijk infrastructuurmensen bij Surfnet, kunnen we daar niet iets aan doen? Kunnen we dat niet oplossen? Hebben we bedacht van misschien dat eerste geval van als je van wifi naar 4G gaat en je hebt die hiccups, kunnen we dat niet dichter bij elkaar brengen? En ook als je zoals bij diergeneeskunde het verkeer niet over het publieke internet wil hebben, maar lokaal bij je eigen bron wil uitkomen, kunnen we dan niet zorgen dat het verkeer ook daadwerkelijk daar terecht komt, direct. Nou, dat is eigenlijk op deze manier gedaan. Dit is een beetje van gebruikersperspectief. Moet eigenlijk niet meer uitmaken of je een 4G of een wifi antenne en waar die staat. Je moet gewoon direct als gebruiker op een veilige manier op je campus terechtkomen. En wat je daar doet, dat is dan je eigen zaak. En als je dan eventueel nog het internet op wil, dan kun je er gewoon via de firewall netjes het internet op. En dan maakt het niet meer uit op welk netwerk je bent. Zo ziet het voor de gebruiker eruit en zo ziet het voor de netwerkmensen eruit. De eindgebruiker die je hier ziet, kan op het wifi-domein zitten en krijgt dan gewoon toegang tot de lokale bronnen daar, die op een veilige manier natuurlijk. Op het moment dat die uit het wifi-gebied wegloopt en een connectie krijgt met het 4G-netwerk van KPN in dit geval, wordt er een tunnel opgezet. En die tunnel zorgt ervoor dat al het verkeer wat vanuit dit gebruikersapparaatje komt, die tunnel loopt via het KPN-netwerk direct door naar Netalite. En op Netalite wordt een koppeling gemaakt. En die koppeling wordt gemaakt op basis van je Eduroam credentials. Dus dat betekent, ben jij iemand van de Universiteit Utrecht, dan zal op Netalite worden gezegd, oké, dan ga je naar het netwerk van de Universiteit Utrecht via een lichtpad. Ben je iemand van de Hogeschool Amsterdam, dan zal je een ander lichtpad krijgen die naar de Hogeschool Amsterdam gaat. Dus op die manier is het een heel flexibel en schaalbaar oplossing geworden, waardoor je die twee voorgaande problemen hebt getackled. Niet helemaal, want dat echt een naadloos koppelen tussen 4G en wifi, dat het ook echt zo is dat je geen hiccups meer ondervindt, dat is natuurlijk nog wel iets wat ook te maken heeft met radiotechnologie, dus daar moeten we verder in. Maar dit is een mooie eerste stap om zeg maar op het gebied van de netwerktechnologie om dit probleem te tackelen. Uiteraard op applicatieniveau en security niveau moeten nog dingen worden bedacht om het nog beter, nog veiliger te maken. Op billingniveau natuurlijk, want op 4G-netwerk is het niet zo dat je ook dat kosteloos kunt
kunt doen. Dus daar moet je natuurlijk wel nog allerlei dingen op doen. Maar op netwerkniveau hebben we hier een aardige stap gezet. Voor de gebruiker is het eenvoudig om dit te configureren. Dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Als je dat wil doen, ga je naar je iPhone of je Android smartphone of Windows als je dat hebt. Of misschien nog BlackBerry mensen, dat weet ik eigenlijk niet of het daar werkt, maar goed. Je gaat naar mobiele netwerken toe, je configureert een APN. En dat is in dit geval edu.nl, dus dat is standaard. En het zou standaard moeten zijn voor elke operator. We hebben nu bij KPN. We hebben bij Tele2 hebben we de proef in Nijmegen willen doen, maar dat is door de uitrolplannen van Tele2 even uitgesteld. We zijn ook met Vodafone en T-Mobile in gesprek om te zorgen dat het bij alle providers mogelijk is. Maar je configureert dus edu.nl als APN. Dat is dus één keer wat je door in je telefoon moet doorlopen. Eduroam, username en wachtwoord. En dan ben je verbonden. En dan kun je dus een proef gaan doen in Amsterdam met de archeologie. Of dus de faculteit die zeg maar, hoe heet die faculteit ook weer? Even kwijt. Mensen van de UvA hier. Gert-Jan, wat zeg je? FMG groep. Oké, okay. Ja. Nou, in ieder geval wat ze doen is, ze willen eigenlijk dat hun studenten ervoor zorgen dat ze leren hoe Amsterdam in elkaar zit bijvoorbeeld. Het zijn stedelijke archeologen. En eigenlijk moeten ze dat altijd in de klas doen. En dan hebben ze dus wel kaartmateriaal, maar als ze onderweg zijn in Amsterdam, dan is het moeilijk om dat te raadplegen. En met behulp van deze oplossing die ik net heb laten zien, kunnen ze op een eenvoudige manier tot die bron, die dus op de universiteit zelf draait, kunnen ze daar terechtkomen. En om dat een beetje een beeld te geven, kan ik dat laten zien in een filmpje. Waarom wij de samenwerking met Surfnet en KPN zijn aangegaan? Nou ja, we zagen eigenlijk wel meteen een aantal mogelijkheden voor ons onderwijs. Ik werk bij de faculteit Geesteswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. En we hebben best wel veel visueel onderwijs waarbij je dus heel veel afbeeldingen gebruikt. En een van die voorbeelden is dus bijvoorbeeld archeologie. Dan zit je veel op locatie. En dat leek ons een hele mooie mogelijkheid om dus daarmee aan de slag te gaan. Wat de studenten met de tablets doen, is ze gebruiken de tablets om een online informatiesysteem aan te spreken waar verschillende kaartlagen van historisch en archeologisch Amsterdam in te vinden zijn. En ze hebben een reeks vragen van ons gekregen en het is de bedoeling dat ze op basis van die informatie vragen beantwoorden over het binnengasthuisterrein. De meerwaarde daarvan is dat echt didactisch concept gewoon binnen de context van de onderzoeksomgeving wordt uitgevoerd. Dus in plaats van dat ze gewoon los achter een computer worden neergezet met data die zonder context zijn verzameld, kun je dat nu echt binnen de context doen, dus in de stad data verzamelen en ze ook on the spot invoeren. Al het internetverkeer verloopt via SURF. En via SURF komt het binnen een virtueel land terecht bij de UvA. En het voordeel daarvan is dat de tablets eigenlijk hun eigen IP-adres krijgen van de UvA en daarmee ook eventuele interne informatiesystemen kunnen benaderen. Normaal zou je hier een VPN-verbinding voor op moeten zetten of authenticatie via een ander protocol. Maar hier kan je eigenlijk buiten lopen met een 4G-verbinding. Dan ben je eigenlijk overal, heb je de beschikking over internet, maar kan je eigenlijk wel over de voordelen alsof je binnen het UvA-domein zit. Wat belangrijk is in archeologie is natuurlijk dat je de materie bestudeert op een plek waar de materie ook voorhanden is. En wat dat betreft is het ideaal dat de studenten nu op locatie een beeld kunnen vormen van het onderwerp waar ze mee bezig zijn. Nou, een aantal mogelijkheden voor de toekomst zijn eigenlijk dat het onderwijs dan veel meer ook op locatie kan plaatsvinden. Dus als je zegt binnen mijn faculteit een opleiding zoals kunstgeschiedenis, dan zou ik echt kunnen zeggen, joh, ga maar naar het Rijksmuseum en consulteer daar je onderwijsmateriaal. Dus dat je niet meer met plaatjes in een boek heel abstract zit te doen. Dus bijvoorbeeld ook de master journalistiek, daar zou je gewoon echt veel meer reportages op de locatie kunnen maken en dat direct kunnen doorzenden. Dus je kunt dat veel meer binnen de context en dat het ook veel betekenisvol leren, dat dat veel meer vorm gaat krijgen door middel van dit soort snelle internetverbindingen. Even kijken. Een andere pilot bijvoorbeeld is wat we dan in onderzoek doen. Ik had het net bij de
faculteit van diergeneeskunde over coaching op afstand. Hier gaat het eigenlijk meer over sensor-driven coaching op afstand. Dus niet human-driven, maar sensor-driven. En daarmee kun je, zeg maar, met de technologie die we hier uitproberen, kun je in dit geval mensen die sporten, kun je goed in de gaten houden en coachen. Wat hun hartslag is, dat soort dingen. Kun je correleren met andere dingen, real-time. En ja, zoveel mogelijk informatie geven over hoe ze het beste hun sport kunnen beoefenen. Maar dat zijn allemaal pilots die nog in progress zijn, afgerond worden. Over anderhalve maand hebben we een seminar waarin ongeveer de 15 pilots die we hebben gedraaid met deze technologie verder zullen toelichten. Die komen in dit seminar allemaal aan de orde. Worden gepresenteerd, kunnen ook tijdens een markt even wat dieper van gedachten gewisseld worden. En ook de andere zaken die, zeg maar, met mobiele technologie binnen onderwijs en onderzoek zijn uitgeprobeerd, komen in dit seminar aan de orde. Dus als jullie daar zin in hebben, zijn jullie natuurlijk van harte welkom. Het is in het Spand in Bussum. We hebben nog Ria Bremen geprobeerd uit te nodigen, maar die kon helaas niet. Maar voor de mensen die het Spand in Bussum nog kennen van die tijd. Mocht je al heel snel iets willen weten over draadvrij, er is na de pauze of in de pauze is er een pitstop. Het duurt een kwartier, dus moeten we heel snel zijn. En dan kunnen we nog meer vertellen over de andere activiteiten die we op draadvrij gebied doen, behalve deze pilots. Dus zijn jullie ook van harte welkom voor. Dank jullie wel.